In onze vorige aflevering maakten we echt kennis met onze boot en kon je zien hoe we het nodige onderhoud verrichten. Het eindigde met het begin van onze eerste echte zeiltocht. Deze aflevering staat in het teken van deze eerste zeiltocht naar Utila. Gaan we weer terug naar Guatemala met onze eerste opstappers, varen we langs de kust van Belize naar Mexico, stapt onze vriend Oscar aan boord en nemen we een groepje mensen mee naar Cuba. Eindelijk kunnen we zeilen. Na zo ongeveer 2 weken klussen binnen de veilige omgeving van de Rio Dulce, kiezen we eindelijk het ruime sop. Het is een mooi stuk varen over de rivier naar de zee. Aan het einde van de rivier ligt Livingston. Hier moeten we bij de immigratie uitklaren. Al ons papierwerk wordt hier op orde gemaakt. Ik regel dit samen met Maurits, terwijl Jeroen lekker op de boot van het uitzicht geniet. Onze eerste tocht is naar Utila, een eiland voor de kust van Honduras. We varen samen op met de eigenaar van de haven, Maurits. In zijn haven heeft onze boot een jaar gelegen. Het is fijn om samen op te kunnen varen. Het is een erg mooie eerste tocht en we varen voor het eerst een nacht door. Op Utila moeten we voor het eerst inklaren. Utila is een eiland waar veel toeristen komen om te duiken en te drinken. Wij houden ons vooral bezig met de klusjes op de boot. Jeroen kit de mast dicht en doet onderhoud aan de lierpotten. Een precisiewerkje waar veel geduld voor nodig is. Jeroen is de mast aan het dichtkitten met Sikaflex. Super lekker bezig. Kijk, hier liggen we nu. De baai van Utila. Het is een erg relaxe plek. Echt voor het eerst ook mooi blauw water. In onze dinghy maken we een frikgat. We blijven toch zeven kennis. Wat gaat hier hoor. Even een rondje frikken. Ook bezoeken we een kroeg waar de eigenaar zijn creativiteit flink de vlarije loop heeft gelaten. Het lijkt wel een paleis van Gaudi. We besluiten dat we vanaf Utila mensen meenemen om wat geld bij te verdienen. We gaan onze eerste echte charter varen. We nemen een Nederlands stel mee dat door Midden-Amerika aan het backpacken is. Het wordt een vrij ruig tochtje en de magen van onze passagiers hebben het zo nu en dan zwaar te verduren. Voor ons is het lekker knallen en alles op de boot uitproberen. Eenmaal in Guatemala zetten we het stel weer af in de haven van Maurits. We blijven er zelf ook nog een nachtje en varen dan weer naar Livingston. We willen hier weer wat mensen oppikken, maar we willen hier ook niet te lang blijven. Uiteindelijk besluiten we toch om verder te gaan en de charter te laten voor wat het is. Voordat we vertrekken maken we brood en de maaltijd zodat we te eten hebben. Kijk, lekker broodje kneden op het achterdek. Lekker hoor. Lekker, wat is er niks bij? Wat eten wij vandaag? Eitje met brood. Kijk eens. Zelfgebakken broodjes. Met een eitje erop. We moeten altijd met de dinghy naar de kant. En als je dat op spierkracht doet, dan is het best balen als je de portemonnee op de boot bent vergeten. Na een flinke tocht komen we aan bij het Globus Atoll voor de kust van Belize. Eindelijk echt blauwe zee en bounty-eilandjes. Binnen het atol is het spannend varen, want er zijn allemaal riffen. Hierover hebben we al veel gehoord van andere zeilers, dus we weten een beetje waar we op moeten letten. En bij aankomst is het even de benen strekken op mijn slackline. Na een dag varen we weer verder, want de tijd begint een beetje te dringen. We hebben namelijk met onze vriend Oscar afgesproken op Cuba. Het is eerste kerstdag en we liggen voor anker bij een atol vlakbij Belize City. Tweede kerstdag komen we aan in Belize City. We zijn hierheen gevaren omdat de wind te hard was om in één keer door te varen naar Cuba. We hebben maar 2 dagen nodig om hier te blijven, want dan verwachten we weer goed weer. Ondanks dat we enkel komen om te schuilen, moeten we toch door de hele bureaucratische molen. En dat is best prijzig op tweede kerstdag. Erg zonde van het geld. Achter mij zie je Jeroen. Bezig met iemand van de een of andere officier van Carinthy. En zij kijken eigenlijk of al het voedsel aan boord wel goed is. En vandaag, het is de tweede kerstdag, zijn we eindelijk eens een keertje geen spekkopers. Want we zijn eigenlijk een beetje aan het schuilen hier in Belize, omdat we waren onderweg naar Cuba om Oscar te halen. En het was eigenlijk vrij ruig weer onderweg, dus we besloten om toch maar in Belize een stop te maken. Voor 1 dag kost ons $70, meer dan $70 per havengeld. En $70 per persoon voor alle custom services, immigratiedienst. Er zijn 5 verschillende diensten langs geweest. Al met al zitten we op kleine $400 voor 1 nachtje of 1 dag en 2 nachten in Belize. Welkom to Belize.
We gaan met de bus naar de markt om de boot te bevoorraden voor de tweede poging om naar Cuba te varen. We maken een grote pan vissoep met zelfgeslachte kokosnoot en gevangen vis. Spekova! Yeah! Helaas moeten we onderweg besluiten om uit te wijken naar Mexico en moeten we erkennen dat Cuba het voorlopig niet gaat worden. We komen aan op Isla Mujeres, het eiland van de vrouwen, en worden welkom geheten met een heerlijk biertje van een veel te dure haven. Onze boot is ook niet helemaal waterdicht. Alles moet eruit en ontzeild worden. Er is nogal een beetje water naar binnen gekomen, her en der. Kijk, hier ligt een plasje. Oh, hier ligt een bak vol met water. Nou ja, het luik is kennelijk toch niet zo waterdicht als we hadden gehoopt. Hier onder de vlonders ligt het nodige. Gaan we allemaal uitschippen. Hey Simon, wat ga je doen? Alles, alles wat in de boot zit, kleding, behalve wat we aan hebben, allemaal lekker naar de wasseretten. Kijk, kijk. Alles weer schoon en fris. Alles. Alles om het netjes te maken voor Oscar. Precies, alles voor Ossie. Nou, we moeten leven... een beetje netjes ontvangen. We hebben ons leven gegeven voor ons. Ja. Zware zee overleefd, nachten. Houden het om onze moeder. Windkracht 7. Windkracht 7. Golven van. Golven zo hoog dat je wilde dat je moeder niet weet waar ze, dat ze bestonden. Zo hoog. Zo hoog. Er is niks aan gelogen. De moraal van dit verhaal is: je moet nooit afspraken maken op een boot. Dat loopt altijd verkeerd. Maar daar ben ik sowieso niet van. Gelukkig kan Oscar zijn vliegticket makkelijk omboeken en komt hij naar Cancún in Mexico en daar halen we hem op. Samen met Oscar vieren we het nieuwe jaar met een frisse nieuwjaarsduik. En dat is dus zo grappig, hè, van hier zijn. Dan kom je 's ochtends je nest uit de boot en dan kijk je zo op het achterdek. En wie zie je daar? Oscar! Zit hij? Hij zit gelijk ook aan de afwas te doen. Dat is mooi. Het is 1 januari 2016. Yeah! En nu gaan wij, heel spannend, de, nieuwjaarsduik doen. Hoe koud zal het water zijn? Hoe koud zal het water zijn? Dat kouder dan 30 graden. Ja, zomaar. Ja, ik denk dat het rond de 27 is. 27 graden, ja. Na het nieuwe jaar zijn de voorspellingen eindelijk goed om over te steken naar Cuba. In het hostel in Isla Mujeres hebben we een briefje opgehangen, zodat mensen contact met ons op kunnen nemen om mee te varen. Drie jonge mannen reageren enthousiast, hebben wel wat baden, dus varen mee. We varen weg met een perfect avondzonnetje en de wind in de perfecte richting. Al snel verandert het weer echter en belanden we in een storm die ons 2 dagen zal teisteren. De gasten blijven veelal beneden deks, terwijl Jeroen, Oscar en ik de zware weersomstandigheden doorstaan. We hebben het helaas niet in ons hoofd gehaald om te filmen tijdens het zware weer. Maar geloof maar dat het geen pretje was. Alles weer zeiknat, 3 niet-zeilers aan boord en de wind pal tegen. Eenmaal op Cuba maken we een heerlijke maaltijd en komt iedereen langzaam weer bij zinnen. De sfeer is gelukkig goed. Na een zware tocht, eerste nachtje op Cuba. Met Peter, onze gekke kok. Kok. Omdat we niet in de juiste haven zijn beland om bij de immigratie in te checken, varen we de volgende dag verder naar de volgende haven. Gelukkig is het eindelijk heerlijk weer en wordt het een fijne zeiltocht. Fijn voor ons en een goede ervaring voor onze gasten. Bij aankomst in de haven kunnen we de hele boot weer leegtrekken en alle spullen en onszelf ontzilten. Speckelpurs! Yes! Speckelpurs! Yes! Speckelpurs! In de volgende aflevering nemen we jullie mee op reis in Cuba. Een bijzonder land met weer bijzondere avonturen. Vanaf Cuba maken we de oversteek naar het land van alle mogelijkheden, de USA. Bedankt voor het kijken en we hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij.